Dick Wessels, werd geboren op 2 april 1946. Hij groeide op in Rijzen in een christelijk gezin met 2 broers en 3 zussen. Eind jaren 70 nam hij het kleine aannemersbedrijf van zijn vader over en bouwde het uit tot een miljoenenconcern, Volker Wessels, met meer dan 16.000 werknemers. Hij was een man van de regio. Jarenlang steunde hij FC Twente financieel. Ook probeerde hij lange tijd de commerciële luchtvaart voor Twente te behouden. Dat soms iets niet lukte, zat hem dwars. Dat is mij nog niet zo vaak overkomen dat we ergens met ons allen, hè, ook de gemeentes, dat zelfs door een grotere buitenlandse invloed niet doorgaat. U bent er niet gewend dat iets niet lukt? Nee. Nee. En dan moet je aan alles wennen, hè, want we leven nou eenmaal in een Europese gemeenschap. Maar daarom is het wel jammer. Erkenning was er ook voor Wessels. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ereburger van Rijssen en in juni nog de zilverharing voor de promotie van de regio Twente. Wij zijn met ons allemaal goed bezig en ik denk ook in Twente. Dus laten we zomaar een poosje houden. Dat gaat goed met ons allemaal. Dick Wessels is 71 jaar geworden.